Afgelopen week hadden we tijdelijk met wat wisselvalliger weer te maken. Stond af en toe een stevige wind, dus het zal je ook niet verbazen dat de hoeveelheid windenergie ruim boven het gemiddelde uitkwam. Maar met die wind werden ook wel wolkenvelden meegevoerd en dat resulteerde in iets minder zonne-energie dan gemiddeld. Maar de verwachting is dat deze week de rollen precies omgedraaid zijn. We komen in wat rustiger vaarwater terecht. Iets minder windenergie, maar daartegenover staat wel dat we daar iets meer zonne-energie voor terug gaan krijgen. Relatief stabiel weer dus met een zuidenwind. En dat zorgt er ook voor dat de temperaturen behoorlijk hoog zijn voor deze tijd van het jaar. En de bewolking die we hier zien is aan het begin van de week vooral sluierbewolking. Daar schijnt de zon nog wel redelijk doorheen. En vanaf donderdag gaat er dan tijdelijk wel wat veranderen. Dan trekt er een lage drukgebied richting Ierland en Schotland. En vooral boven de Noordzee krijgen wij ook met het windveld van dat lage drukgebied te maken. En ook boven land zul je wel merken dat het dan tijdelijk echt wat harder gaat waaien. Dat er ook wat meer bewolking voorkomt. Op vrijdag hebben we dan met een paar buien te maken. En daarna keert die rust in de atmosfeer geleidelijk weer wat terug. Op dinsdag dus vrij hoge temperaturen, vooral in het binnenland veel zonneschijn. In het westen wat dikkere sluierbewolking, daar komt de zon iets moeizamer doorheen. Ook woensdag nog een vrij zonnige dag, de wind houdt zich dan rustig. Maar daar gaat donderdag dan echt verandering in komen. Dat is bij uitstek de meest onstuimige dag van deze periode. Op de Noordzee kan het echt stevig waaien en ook in de kustgebieden en boven land zul je echt merken dat er veel wind staat. Wel iets minder zonneschijn en vrijdag is dan een beetje een overgangsdag. Wel redelijk wat wind, maar ook toch wel ruimte voor de zon. En tijdens het weekend gaat de wind weer wat liggen en komt het zonnetje weer tevoorschijn. Maar wat vooral deze dagen ook aan de hand is, is dat we dus hoge temperaturen hebben en dat het af en toe ook echt wel behoorlijk doorwaait. Dus dat zijn de perfecte omstandigheden om je was buiten te laten drogen en die droger uit te houden.